Wat ben ik weer voor bij? Slimme opmerking. Goedemorgen allemaal. Vandaag is het zaterdag. En hier is de lieve Mimu natuurlijk. Hi. Zo, het is nu lekker eventjes chillen met Mimu. We zijn alweer een stukje verder en ik heb dit voor mama gemaakt. Tada. Goedemorgen, het is zaterdag en... Het was wel even een ochtendje. Ik werd vanochtend wakker. Het lukte echt niet om echt goed wakker te worden. En toen wilde ik opstaan, toen was ik helemaal duizelig. En waarom? Echt geen idee. Ik voel me niet ziek, ben niet misselijk, geen hoofdpijn, geen buikpijn, niks. Blijf je mond. Maar ik voelde me gewoon echt helemaal, zwak. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Ik heb nu wel even de net wat gegeten en even getoest en mijn haar gewassen. Ik moet ook echt verzinnen wat ik aan wil doen vandaag. Maar ik heb echt geen idee. Het wordt wel lekker weer, geloof ik. Het wordt vandaag 23 graden. Yay! Ik ben aangekleed. Het is dit jurkje geworden. Deze is echt al super oud. Die is van Dept. En die zit gewoon zo lekker. Dit is echt voor mij het joggingspak onder de jurken. En aangezien ik overdag verder toch niet echt plannen heb en het lekker weer is, dacht ik... Dit is wel een hele goede keuze. Ik heb me niet opgemaakt. Ik heb mijn haar gewoon even zo gedaan om te drogen. Ik ga dan even een crème opsmeren. Mijn huid gaat weer wat beter. Dus ik denk, laat hem even lekker luchten. En hopen dat hij dan morgen nog beter is. Lekker scherp. Het wordt op mijn voeten ingesmeerd. Maar ik vind het altijd irritant als je dan gaat lopen. Dus ik lig nu vlogs op bed te kijken tot mijn voetencrème is ingetrokken. Ik heb altijd heel snel droge voeten. En dat irriteert me altijd. Dus ja, dit is de aankomende, dat zijn 10 minuten van mijn leven. Oh, ik haat deze theezakjes. Dan wil je hem eruit trekken en dan dit. Echt. Heerlijk. En ik heb lekker fruit gemaakt. Ik heb vandaag een beetje gerommeld, maar niet heel veel gedaan. En nu ga ik lekker koken. We hebben net lekker gegeten. Het smaakte me echt goed vandaag. Marco is nu in de tuin bezig met schutting met de buurman. En Sarah die ligt net op bed. Want we aten heel laat. En ik ga dus maar weer even editen. Want sinds vorige keer ben ik net niet helemaal bij. En elke keer op de een of andere manier lukt het niet. Dus ik wil nu wel echt even helemaal bijdraaien. Wat ben ik weer voorbij? Slimme opmerking. Dan. Echt zo blij. Ik ben weer bij. Dat voelt goed. Ik hou ervan om bij te zijn. Iedereen die me ondertussen een beetje kent weet dat het zo is. En ik wil morgen zoveel dingen doen. En elke dag. En dat lukt me niet. Maar ik moet gewoon ook nog steeds alles voor elkaar krijgen wat ik wil doen.
Maar ja, het leven komt altijd tussendoor. En ja, dan lukt het vaak niet meer. Ik wil in ieder geval proberen eindelijk mijn haar te verven. Want die verf heb ik echt al, nou, tot zijn maand, anderhalf maand geleden gekocht. En ik heb uitgegroeid van je Tokio. Dus dat wordt best wel tijd, denk ik zo. Zo, en echt, als we de deur open hebben laten staan, echt, er vliegen zoveel vliegen rond. Echt zwaar irritant. Maar goed, ik heb nog zoveel projecten staan. En dat komt mij ook in niet toe. En het irriteert me mateloos, maar ja. Tijd. Nou goed, ik ga lekker even mijn thee drinken. En dan nog even wat dingetjes opruimen hier. Ik heb de kamer weer helemaal opgeruimd. En het is zoals altijd natuurlijk weer te laat. Dus ik ga slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!